Hi. Maagd, welkom bij jouw reading van vandaag. Als je een persoonlijke reading wilt aanvragen, dan kan dat via mijn website. De link staat in de beschrijving onder de video. We hebben de vonk. Dat is de start van een relatie, hè? Een nieuwe relatie. Die vonk die wordt een vlam en die vlam die wordt een vuur. Die breidt zich uit, hè? Je wordt sterker en sterker. En we hebben bevrijden. Dus weten wat je wilt en daarvoor gaan. Vragen wat je wilt. Vraag het aan het universum. Ik wil graag dit. En dan zal je het krijgen. Dus super mooi. Dus in dit geval is dat dus een relatie, hè? Met vonk. Bigger sphere. En de pentakels 7. En hier hebben we de bekers 5. Dus dit kan iets zijn waar je al een tijdje op wacht. Of wat heel lang duurt om zo ver te komen. Bekers 4 is het zeker een manifestatie van jou. Dus zoals we net zagen, vraag het aan het universum. Geef aan wat je precies wil. En dan zul je het ook krijgen. En dat is natuurlijk wat het manifesteren is. Nou kan het zijn dat je veel terugdenkt aan vroeger en iets wat vroeger gebeurd is. Daar hebben we de zwaarde 9, pentakels 3 en de bekers 7. Dus we zien hier een stabiele relatie eigenlijk die komt na een best wel heftige periode waarin je veel hebt meegemaakt. Te veel is gebeurd en... Ja, waarschijnlijk heb je voor jezelf eigenlijk nu een beetje die rust gekregen en ben je dingen aan het opbouwen. Dus je bent aan het kiezen van, nou dit wil ik in mijn leven, dit wil ik niet en dit dan weer wel. Ben je een soort keuzes aan het maken van hoe jouw leven eruit moet gaan zien. En dat trek je heel mooi door ook eigenlijk in een relatie. We hebben de pentakels 8 en de koning van staven hier. Dus het is heel hard werken voor wat je wilt eigenlijk. En het gaat om deze persoon, hè, over wie dit gaat allemaal. Die voelt zich heel sterk tot jou aangetrokken. En dat is niet alleen die lust, zeg maar tot jouw energie ook, zeg maar. Dus voelt zich heel erg aangetrokken tot jouw energie. En je bent heel sterk, hè? Dus dat is een bepaalde energie ook die je uitstraalt. En die super aantrekkelijk is voor dus iemand die een beetje in zo'nzelfde energie zit. En ook bereid is om het werk te doen. Hè? Want dat is eigenlijk wat jij verlangt van iemand. Hier de koningin van staven met bekers 7. Dus ja, iemand moet ook wel echt van goede huizen komen. Om een kans te maken bij jou. Staven 4 met de wereld. Dus een nieuwe cyclus die begint. Een nieuw begin wordt er gemaakt. En het oude wordt afgesloten. Jij hebt die focus.
Ja, echt op jezelf en op wat jij wilt, wat goed is voor jou. En dat is heel goed. Dat is een hele gezonde instelling eigenlijk die je hebt. Hier zien we een vaste relatie komen. En daar is de pentakel 6 met de bekers 8. Dus een vaste relatie, een hele stabiele relatie. En dat is waar je naartoe op weg bent. Waar jullie eigenlijk allebei op weg naar zijn. We hebben een gelijkwaardig geven en nemen. Een gelijkwaardige relatie. Beide geven evenveel. In de relatie stoppen er evenveel in. En ja, wat ik zie ook is dat jullie allebei ja, ook een vergelijkbaar verleden hebben. Vergelijkbaar hebben meegemaakt. Oh, sorry. Dus een vergelijkbaar verleden hebben met een beetje dezelfde dingen hebben meegemaakt. Hè? En dan zou het zeker kunnen gaan om een tweelingzielconnectie. Nou, hier pak ik de soulmate kaart. Terwijl ik het zeg ongeveer. Hè? En het kan voor jullie dus allebei lastig zijn om ja, vooruit te komen, vooruit te gaan. Met de ridder van pentakels hebben we hier. Hier hebben we de ridder van kelken en de bekers 6. Dus twee soulmates. We zien een hele sterke liefde tussen jullie die groeit en groeit. Lange termijn relatie. Heel stabiel is dit. Er is een hele sterke aantrekkingskracht tussen jullie en heel veel liefde. En zeker in zo'n relatie met zo'n band, hè, zo'n soulmate connectie. Ja, ik voel zelfs tweelingziel daarbij. Is het ook logisch hè, dat, dat die aantrekkingskracht zo sterk is. En dat je elkaar heel goed aanvoelt. En dat het ook heel fijn voelt samen. Dat, ja, dat hoort daar natuurlijk een beetje bij. Naar de zee. En yin. Dus dat is heel erg eigenlijk dat gevoel. Je gevoel volgen en elkaar heel goed aanvoelen. En dat is precies eigenlijk wat we in de hele reading hebben gezien. Hè? Dus super mooi. Nou, dat waren alle boodschappen die ik op dit moment voor je heb. Dus nou ja, ik wens je heel veel succes toe. Met alles en tot de volgende keer. Oké, dag.